Als je over voedsel praat in Nederland, moet je hier zijn. Ede wil foodstad zijn. Dat betekent dat we eigenlijk heel veel inzetten om dat ook echt te laten zien. We kijken heel breed. Van eten is niet zomaar het inkomen van een bedrijf. Het is ook gezondheid van mensen. En als we dat kunnen koppelen, dan hebben we gewoon goud in handen om op die manier een hele gezonde gemeente te zijn. Ede heeft sinds een aantal jaren gekozen voor food als belangrijk kernpunt. Ja, en dat valt fantastisch samen met datgene wat wij ook willen doen. Die samenwerking is belangrijk omdat datgene wat we willen doen, namelijk voeding, en daarnaast ook sport en bewegen in de gezondheidszorg, te verankeren. De levensduur van mensen wordt heel sterk bepaald hoe je eet en hoe je beweegt. En daar kan je, platweg gezegd, jaren aan toevoegen in goede gezondheid. Dus wij zijn heel erg gefocust om die voeding een veel belangrijke plaats te geven. En dat lukt ons niet als ziekenhuis alleen. Daarvoor moeten we samenwerken met andere partijen. En dat onderbouwt dan met de wetenschappelijke kennis die Wageningen ons biedt, kunnen we echt iets betekenen, kunnen we iets veranderen in onze wereld. Wageningen Universiteit werkt samen met ziekenhuis Gelderse Vallei. Dus de voedingswetenschap wordt geïntegreerd met de klinische zorg. En nu als de gemeente Ede ook partner is in de alliantie, ja, dan kunnen we ook veel meer dichter bij de burger komen. Dus ik ben heel blij dat de gemeente Ede ook bij de alliantie aansluit. Ik denk dat mensen veel meer baat kunnen hebben door bijvoorbeeld als ze ziek zijn nog minder medicijnen te slikken en meer met voeding te doen. Omdat je echt ziekte kan voorkomen. En er zijn heel veel studies die laten zien, zeker diabetes, hartvaatziekten, dat je met voeding en leefstijl echt 80-90% zou kunnen voorkomen. We hebben samen met de gemeente bekeken of er mogelijkheden waren om de mensen uit Kernhem met elkaar te verbinden. En het verbinden door met elkaar een moestuin neer te zetten, waarbij gezonde voeding en educatie voor kinderen heel belangrijk is. Dit soort wijkinitiatieven worden echt omarmd en er wordt aan alle kanten meegewerkt om iets moois neer te zetten. Ik werk al heel lang bij Opelle en sinds 4 jaar doe ik de diabeteszorg. En mijn doelgroep is ouderen. Ik vind het geweldig. De gezondere leefstijl is voor iedereen natuurlijk van belang, maar bij ouderen ja, het is een kwetsbare groep. Dus het is wel heel belangrijk dat mensen goed voorgelicht worden. En dat is voor de kwaliteit van leven, denk ik, van hele grote waarde. Als ze merken doordat suiker beter geregeld is en dat ze wat afvallen doordat ze meer bewegen en ze zijn daardoor minder benauwd, dan heb je iets gewonnen. Ik geef een hart omdat ik als hartspecialist samenwerken met de gemeente Ede van harte ondersteun. Ik geef de V omdat ik sta voor variatie, voedingskwaliteit en vezel. En deze moeten echt verbeterd worden. Ik geef de koffer een schepje aarde mee, omdat met de aarde eigenlijk alle gezonde voeding begint. Ik doe deze 2 A4'tjes in de koffer, omdat deze laat zien hoeveel suiker er in de producten zit. Zodat mensen zich bewust worden van wat ze eten en drinken. Ik doe deze schoenen in de koffer. Gezondheid heeft te maken met bewegen, maar ook natuurlijk van wat je opeet en wat er in je lichaam komt. Samen met de Alliantie Voeding werken we keihard aan de gezondheid van de inwoners van de gemeente Ede.